kan niet. Dick, gefeliciteerd. Ja, het was eigenlijk wel heel snel beslist, hè? Ja, goed. Ik vond dat we echt goed uit de kleedkamer kwamen. En ik denk fantastische 20, 25 minuten speelde de eerste helft. En waren we natuurlijk heel blij mee. Uiteindelijk is nu winterstop. En heb ik ook na de wedstrijd en voor de wedstrijd eigenlijk wel gezegd dat ik wel trots ben op de jongens. Hoe ze met allerlei situaties omgaan. Ja, als ik de muziek uit de kleedkamer hoorde komen, dan werd dat goed gevierd ook. Nee, ja, goed. Dat is ook wel een beetje normaal iets wat ze doen. En ik denk dat het ook wel even lekker is dat ze nu vrij zijn. En we hebben gewoon ook best wel zware tijden achter de rug op dit moment en nog steeds voor in het team. En met name daarop zijn we gewoon heel erg trots als staf hoe ze dan ook weer vandaag zo'n wedstrijd ingaan. En hoe we na de wedstrijd weer met z'n allen dit ook wel weer even kort vieren. En gewoon weer even verder gaan met de realiteit. Waar doel je op als je zegt zware tijden? Nou, zware tijd is dat onze teammanager ziek is, wat natuurlijk ook wel een beetje algemeen bekend is. Maar dat het gewoon niet goed gaat. Nee, maar de resultaten leiden er niet onder. Vandaag in ieder geval niet. Nee, vandaag ook niet. Maar ik denk dat dat dus ook de volwassenheid is van de groep. En dat, met name daarop ben ik ook heel trots. En Sander zal ook heel trots zijn weer als hij deze uitslag vandaag zal zien. En die is zo begaan met het team nog steeds. Dat is echt onvoorstelbaar als je zo ziek bent. En echt nog steeds met het team. En daar denk ik ook dat gewoon, het ziet er ook gewoon goed uit als echte eenheid. En dat, met name dat het woordje trots komt elke keer weer naar boven. Ja, en dan laten de concurrenten wederom punten liggen. Rijnsburg moet nog spelen, maar die zouden op 8 kunnen komen. Voor vandaag was je voorsprong 7, dus ja, je gaat wel met een heel lekker gevoel de feestdag in. Nou ja, goed. Op basis van sportief en alles gaan we goed de feestdag in. Dus daar zijn we blij mee en uiteindelijk ben ik blij dat we dus zo hebben afgesloten vandaag. Ik weet dat je als trainer altijd naar je eigen ploeg kijkt. Maar zie jij nog andere ploegen in staat om dit gat met jullie überhaupt te dichten in het tweede seizoen zelf? Nou goed, kijk, alles is mogelijk. Er zijn zoveel goede ploegen. Wij moeten zorgen dat we ons focussen op onszelf. En uiteindelijk zijn er nog zoveel wedstrijden te spelen, zoveel punten. Dus voor mij zegt dat niet al te veel. Het gaat er gewoon om dat ik heb gezien dat we 2 keer hebben verloren. Dat we daarna goed terugkwamen. We verloren dus een competitiewedstrijd en een bekerwedstrijd. We kwamen daarna goed terug. We verloren weer 2 keer. En we hebben nu daarna weer goed antwoord gegeven door 2 keer te winnen. En daar ben ik erg tevreden mee. En als we dat kunnen volhouden, dan kunnen we heel ver komen. Ja, dus geen valse bescheidenheid. Je mag best wat enthousiaster zijn volgens mij als het gat zo groot is, toch? Natuurlijk. Je hoort net ook dat GVW gelijk heeft gespeeld. Uiteindelijk kijk ik naar mijn eigen ploeg en natuurlijk zijn we heel erg blij hoe het nu gaat. Fijne feestdagen. Dankjewel. Dankjewel.